In de persglasfabriek in Aken worden de glazen onderdelen voor de beeldbuizen gemaakt. Zand, soda en chemicaliën worden in treinen en vrachtauto's aangevoerd. Dit zijn de grondstoffen die nodig zijn om glas te kunnen maken. Die grondstoffen worden in een mengtoren in bunkers opgeslagen. Vanuit de bunkers wordt, geheel computergestuurd, een gemeng gemaakt en opgeslagen in dagbunkers. Van hieruit worden per uur enige duizenden kilo's gemengd door speciale inlegmachines in de glasoven gebracht. In die oven worden de grondstoffen in 6 tot 25 uur bij temperaturen oplopend tot meer dan 1200 graden gesmolten tot een stroperige glasmassa die naar een feeder loopt. Aan het einde van de feeder wordt het glas gedoseerd. Per uur worden hieruit zo'n 200 glasporties gepompt en met een schaar afgeknipt. De porties, die dan nog een temperatuur van 1000 graden hebben, vallen in stalen vormen die op een perstafel zijn gemonteerd. Met een hydraulische pers wordt met een kracht van tientallen tonnen de gloeiende glasmassa tot een konus geperst. Dit gehele proces wordt doorlopend gecontroleerd en geheel computergestuurd. Met een geweldige hoeveelheid lucht wordt het juist geperste product gekoeld tot het genoeg vormvastheid heeft om uit de vorm genomen te worden. Daarna worden de konussen op een transportband afgevoerd. Een contact-insmeltmachine neemt de konussen weer van de band en maakt er een gaatje in om daarin een anodecontact te smelten. Dit anodecontact wordt gebruikt om het scherm aan te kunnen sluiten op een hoogspanning die nodig is voor het elektronenkanon. Daarna worden de konussen in een koeloven langzaam tot kamertemperatuur afgekoeld. Schermen worden op eenzelfde pers geperst, alleen de vormen zijn hierbij anders. Na het koelen worden de schermen door een robot van de band genomen die ze op een pen-insmeltmachine legt. Deze machines smelten ijzeren pennen in de opstaande rand van het scherm, die later het schaduwmasker moeten dragen. Wanneer de schermen uit de oven komen, worden ze met een hangend transport naar de meetstraat gebracht. Meetmachines meten de binnenzijde van het scherm. Omdat de binnenzijde niet meer kan worden bewerkt, moeten hieraan hoge optische eisen worden gesteld.
Tot slot gaan de schermen naar een hal voor de nabewerking. Hier wordt het schermoppervlak in verschillende fasen gepolijst om een zo glad mogelijk beeldvlak te krijgen. Dit bepaalt in belangrijke mate de helderheid van het beeld. De konussen krijgen nog een extra bewerking. In een carrousel worden halzen aan de konussen gesmolten, waarin later het elektronenkanon wordt gemonteerd. Daarna wordt de plakrand van de konus geslepen. Bij de laatste visuele controle wordt de geslepen rand nog eens extra nagekeken. Alleen een goede slijprand kan namelijk een goede afdichting garanderen. Nu zijn de konussen en de schermen klaar om met het hangend transport naar de beeldbuizenfabriek te gaan. In een geconditioneerde ruimte worden de fluoriserende lagen aangebracht door middel van flowcoating. Het schaduwmasker wordt nog eenmaal gecontroleerd en daarna, samen met een beschermkap, in het scherm gemonteerd. Nu kan het scherm op de konus worden geplakt. Het elektronenkanon moet met de grootste nauwkeurigheid in de hals van de konus worden gesmolten. De plaats van het kanon bepaalt immers welk beeld er geprojecteerd wordt op het scherm. In een oven worden de beeldbuizen bij een temperatuur van meer dan 300 graden vacuüm gezogen en vervolgens dichtgesmolten. Voor de bescherming van de plakrand en voor versteviging wordt een stalen band op de beeldbuis gekrompen. Met hoogspanning tussen het kanon en het anodecontact wordt het vacuüm van de buis gecontroleerd. Bij controle wordt bekeken of de drie kleuren op de juiste plaats op het scherm worden geprojecteerd. Nu nog een laatste visuele controle en de beeldbuis is klaar voor montage in het toestel. Heel dit omvangrijke proces, van het ontwerp tot de kant-en-klare beeldbuis, wordt geleid door vakbekwame mensen die gebruik maken van de modernste apparatuur en technologieën. Een beeldbuis is opgebouwd uit een glazen stolp met daarin een elektronenkanon die drie elektronenbundels afvuurt naar het scherm. Op dat scherm zitten fluoriserende banen die ieder in een eigen kleur oplichten wanneer ze getroffen worden door de bundels. De richting van de elektronenbundels wordt bepaald door een elektrische spoel die met een magnetisch veld de baan van de elektronen afbuigt. Tussen het kanon en het scherm zit een schaduwmasker waarin duizenden sleufjes zijn geëtst. Door de vormen van de sleuven en de breedte van de banen beschijnt elke bundel alleen die banen die eenzelfde kleur hebben. Op deze manier wordt elk televisiebeeld samengesteld uit miljoenen lichtpuntjes in de kleuren rood, groen en blauw.